Vroeger en nu. Toen de euro nog een gulden was, logeerde ik regelmatig bij mijn oom en tante in de Beatrijstraat. Daarvoor moeten we de klok terugzetten naar de jaren 50. Het zag er toen allemaal heel anders uit. Op de hoek van de Graaf Florenstraat zat Jan Geluk, de groenteboer. En in de Witte van Haamstedestraat had je een gezellig druk postkantoortje. Liep je dan door naar de Middellandstraat, dan kwam je op de hoek bij de wat steriele deftige supermarkt van de Gruiter, met het snoepje van de week. Dat was andere koek dan de Dirk of de Bas. Het brood haalde je in die tijd bij Van der Meer en Schoep. En melk bij de RMI, de Rotterdamse melkinrichting. Bij Jamin verkochten ze grote stukken roomijs voor 10 cent. En als je 15 cent betaalde, zat er ook nog een stukje chocola omheen. Vandaag is het thema vroeger en nu. En mijn gast tegenover mij is Gerard Muldijk. Proost. Gerard, jij woont hier iets verderop. Ja. Twee hoog? Twee hoog, ja. Nu op het moment woon ik daar twee hoog, ja. Savendijkwal? Ja. Boven Dizzy. Ja, hoe lang woon je daar al? Ik woon daar zo'n 20 jaar. Oké. Dus we gaan het nu hebben over vroeger en nu. Ja. Nou, laten we even, wat wil je nog over jezelf kwijt? Nou, dat ik daar, buiten dat ik daar 20 jaar woon, dat ik ook 25 jaar Jessica Foy Dizzy heb gedaan. Ja. Als barkeeper begonnen, toen mede-eigenaar en toen op een gegeven moment werd ik alleen nog maar directeur, noemen ze dat dan, hè? Eigenaar van het Dizzy Holding. En dat heb je toen verkocht? Dat heb ik toen verkocht. Ik kon daar toen de tijd, het was 2000, ik had het gehad. Want horeca zijn tropenjaren, hè? Dat is pittig. En toen dacht ik, nou, ik ben 50, ik stop. En toen kon ik daar eigenlijk heel veel geld voor krijgen. En dan wilden ze daar een Spaans restaurant van maken. Toen dacht ik, nou, dat vind ik toch wel jammer. Ja. Dus hebben we het verkocht aan de eigenaar van Dudok en de Bazaar, de Witte de Wit. En dat werd dus een vriendenprijsje. Oh. Ja, die hebben dat bedrag ook in jaren, zeg maar, afgekost aan mij. En het resultaat is nog dat ik heb nu nog 2 vrienden en 3 deurwaarders. Het is nog steeds top. Helemaal afbetaald. Ja, wel, maar dat ja, op een gegeven moment. Nee, maar serieus. Dit is serieus. Nee, maar serieus, het gaat dan om de goodwill. En die was natuurlijk bij Dizzy heel groot. Want liep als een trein, dus dan moet je het voor heel veel geld kunnen verkopen. Ja, maar dan zouden ze het een heel ander concept van maken. En dat vond ik toch wel even moeilijk nog. Weet je wel, ik was zelf klaar met. Ja, maar persoonlijk, had jij niet iets van, ik sleep nou wat geld binnen en ik kan leuk gaan leven? Had je niet dat gevoel? Nee, ik was pas 50, man. Ik wilde nog zoveel dingen doen. Dus dat geld, dat heeft me ook nooit geïnteresseerd. Dus ook nu niet. Dus ik vond het veel beter dat het doorging als Jazz Café Dizzy. En wat doe je nu? Nu werk ik bij Men at Work, televisie, en ik doe productie. De eigenaren van Men at Work, dat waren de barkeepers in hun studietijd in Dizzy. En je bent ook een beetje acteur. Ja, ik wil toch meer noemen als dat ik schrijf en dat ik nu en dan wel even door het beeld loop. Kijk, Martin Vaardenburg is een acteur. Ja. John Buisman is een acteur. Wilfried de Jong niet. Maar dus dat, acteur, dat is een vak hoor. Hey. Ja. Dus ik vind het wel leuk om ze nu en dan een beetje mee te spelen. Maar B-acteur. De B, ja, dat is goed omschreven. De B-acteur. Ik was wel een top barkeeper in mijn maar dat was toch ook een kwestie van acteren? Ja, je moet achter de bar wel veel, veel acteren, maar dat is 1-op-1. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Ook een beetje mensen in de maling nemen, weet je. Dat wordt ook in de horeca. Maar mensen hebben jou gezien in de marathon? Ja, als barkeeper. Ja.
dat moet je heel goed kijken, want dan ben ik al weg, wat dat betreft. Wij zitten nou om de hoek, want de Dizzy is dicht op maandag. Ja. Ja. Was die in jouw tijd ook op maandag dicht? Dizzy begon 's morgens om 8 uur. Ontbijtjes. Dan kreeg ik vreselijk. Ik bedoel, vreselijk leuk. Ja. En, kwam, eten, en dan had je de kunstacademie had je kantoren die kwamen en de schroevers natuurlijk. Dat, ja. Wat nu het Westerpaviljoen was ja, daarnaast dat schroevers. Dus dat was een heel breed gezelschap wat ik 's morgens om 8 uur op binnenkreeg. En dat kan bijna nergens meer in Rotterdam, goed ontbijten. Dat vind ik zo raar. Nee, en dan was het zo, we hadden in dat kleine Disney hadden we een vierpittetje. En daar werd alles op gedaan. Achter de bar. Ja. Dat was fantastisch. Ongelooflijk. Ik had een vaste klant. Die kwam dan met garnalen. Bonge Hans. Echt een jazzfreak. Ja. En die kwam dan met verse garnaaltjes. En dan ik de eitjes en het brood. En dan zaten we samen om 8 uur aan de omelet garnalen. Goed. Top. Ja. Ja. Dat was Dizzy toen. En dat was Dizzy toen, ja. En het zat op een rijtje. Ja, je had... Ik kan nog Sjaan herinneren. Ja, Café Sjaan, een vrouwencafé. Dat waren de vrouwen van de barkeepers van Dizzy. Oké. En die gingen, we moeten ook een kroeg. Daar had je de Domme Mina's, had je zeg maar, toen de tijd. En zij hadden, we gaan een vrouwencafé, maar de man mag wel naar binnen. Alleen wij zijn de baas. Oké. Ja, goed. Dus dat is ook prima. Goed concept. En je had Heavy. Ja, Heavy. Maar dit heeft heel kort geduurd, hè, Heavy. Dat was iets te heavy. Dat was te heavy, ja. We hadden ook wit zand op de vloer. Maar dan nog meer op de bar dan op de vloer. Dus dat moesten we, dat werd niet meer, dat werd overgenomen eigenlijk. Maar dit was toen het uitgangscentrum van Rotterdam. Ja. De Schramendijkwal. Ja. En de omgeving. Met de sekstenten, maar ook de beatcorner. Ja. Noemden wij de speedcorner hier tegenover. Ja. Aan de andere kant, tumor. Iets verderop, de tumor. De tumor was dat, ja. Dat waren de tenten, daar ging hij na. Als wij klaar waren om een uur 3, 4, dan gingen we daar nog even door. En een shawarmaatje. Shawarma tent, waar dan een harige Turkse vrouw achter stond, groot en breed. En die wist maar één woordje, buurvrouw. Dus iedereen die binnenkwam, noemde ze buurvrouw. Maakt niet uit. Dat had dus van dat ons gehoord. Ja, dat was heel leuk. Ja, de welkom dat heet goede dat. Tijd. Ja. En jij woont nog steeds boven Dizzy, maar dat is totaal veranderd, hè? Ja, Dizzy is inmiddels door 5, 6 eigenaren overgenomen. In die periode nu van 2000 tot 2016. Nu zou ik adviseren, joh, zet er een muur tussen. Maak er weer een bruine kroeg van. En daarnaast... tweede gedeelte een restaurantje, want deze buurt gaat heel goed. Ja. Die is enorm aan het opknappen. Allemaal leuke winkeltjes. Vroeger waren het bel- en zwarmatenten en belwinkels, zwarmatenten. Ga zo maar door. Mm-hmm. En heel veel bedelaars. Heel Hallo. Veel... Hallo. Goedemiddag. Dus dat was echt, en heel veel jonge mensen nu ook, hè, die wonen hier. Ja, dus daar moet je anders mee omgaan. Daar moet je... Maar eigenlijk zou het dan een soort buurtcafé moeten zijn, maar dat is het helemaal niet. Nee, dat is de kleine cafeetjes en die winnen nu terrein. Ja, zoals hier. Ja. Ja. En Hensepeter, waar we nu zitten. Ja. Hoe was dat vroeger? Jij had een klaverjasclubje? Ja, hier 15 jaar geleden begonnen we hier met het klaverjasclubje. En op een gegeven moment had je dan alle tafeltjes bezet. En dan als er dan iemand binnenkwam die we niet kenden, die werd een beetje weggekeken. Ja. Zo van of klaverjassen of niet. Dus dat of voor, op rotten. Ja, dat is voor een kroeg natuurlijk dodelijk. En nu met de ontwikkeling van de binnenweg... Waar ik heel blij mee ben, zijn er veel meer jonge mensen gaan wonen. En ja, nu is het eerder andersom. Zorgen van me af en de gordijnen op.
trek mijn zomerjurk aan, ik voel me heerlijk. Ik ga een stukje lopen, zomaar op de binnenweg. Hey, 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 hey. Zomaar op de binnenweg. Hey, hey, hey. Ik loop van de oude binnenweg tot de lage Erfbrug. Op mijn gemak hier langs de terrassen. Ik eet een haring bij de visboer op het Heemraadsplein. Iemand roept me uit de Arie, dat moet Nico zijn. Want het is zomer op de binnenweg. Hey, 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 hey. Zomer op de binnenweg. Hey, hey, hey. Voor mij is het de mooiste straat van Rotterdam. Van het land. Sommige mensen zeggen alles wat je ver alles beter. Maar ik vind alles wat ik nodig heb op deze vierkante kilometer. Want het is zomer op de binnenweg. Laten we nog even teruggaan naar de wal, naar de Schravendijkwal. Want daar waren vroeger allemaal sekstenten, hè? Ja. Dus nog één of twee of zo. Hadden we de, weet je de namen nog of niet? We hadden de Butterfly. De Butterfly. We hadden de Ambassadeur. De Ambassadeur, de OQ. En dan had je er nog twee aan de overkant. Een Lido. Lido en nog. En nog een. Zo allemaal. Nou, niet allemaal, want die daarnaast... Het was ook wel een gekke tent. Ja, hoe heette die dan? Ben ik vergeten. Ik weet, ik ben er een keer binnen geweest na werktijd. En het stortregende. Dus we gingen nog even wat drinken en we stapten naar binnen. En dan stonden de dames, die normaal keihard moeten werken, hè, die stonden te dweilen allemaal in hun stringetje. Want het was, er was een lekkage. Dat was fantastisch. Wat goed. Ja, die paal die was een beetje halve water onder het water. En jij was toen van plan om met de ambassadeur iets anders... Ja, Lambassadeur. Ze gingen steeds meer tenten schuiten hier, ja. Omdat er ook illegale vrouwen werkten en werd eigenaar gearresteerd. Ja. Die had iets van drie tenten hier. Onder andere dan op de hoek, ambassadeur. En dat werd gesloten en dat zou nog toch een jaar of vijf zou dat pand nog bestaan. En dan zouden ze het slopen voor... Een nieuwe bestemming. Samen wonen. Dus toen dacht ik, nou, als ik nou even mijn plan indien voor 5 jaar, dat we daar een soort theater, erotisch theater van gaan maken. Dus dat je met je vrouw gewoon daar een goed orkestje en een erotische. Heet dat niet burlesque of zo? Ja, in die, ja juist, ja. Zoiets. Maar dat vonden ze eigenlijk goed plan. Alleen de eigenaar, die zaten nog gevangen, dat waren twee Belgen. En die hadden de vergunning. Vroeger had je de vergunning op een pand, horecavergunning. En nu niet meer, nu is het op de persoon. Ja. En dat konden ze niet omzetten. Dus het ging niet door. Heel jammer. Ja. Ik had 5 jaar daar wel een soort theatercafé van neerzetten. Ja, iets met de sfeer van van de wal doen. Want als je hier naartoe vroeg, had je ook heel veel hoeren in deze buurt. Ja. We hadden dan de verwarming en dan hadden we de wat gaten, zeg maar, voor luchtverfrissingen in de muren. En dan zaten ze dan in de winter, zaten ze hun werktreintje een beetje te verwarmen. Dan hingen ze boven die kachel.
Goed zeg. Dat is niet meer. Nee. 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 Het waren heroïnehoortjes veel. Ja, 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 het was echt triest. Ja, het was heel triest. Dat was zeker. Ja. En je hebt ook steeds klachten over de opvang hier, hè, aan de Samendijk al. Heb jij daar ook last van? Nou, we hebben daar wel een periode last van gehad. Want ook een stukje, zeg maar, bij de ambassadeur had je ook de Buldog. Oh ja, ja. En dat waren de laagdrempeligste. Opvang. Waren echt vreselijk waren die. Dus je moest ook altijd wel. Nou hadden we goede barkeepers. Dus als ze ook binnenkwamen, dan stonden ze al vrij snel buiten. Mm-hmm. En we hadden ook op de hoek Zeeman, noemden we hem. Ja. Die man, die had een Surinaamse man. En die beschermde ons wel. Eigenlijk een behoorlijke onderwereldfiguur. Maar die vond Dizzy, Sjane zo te gek. Dus als de jongens van hem binnen waren, die fout waren, dan haalden die ze eruit. Ja, want hij wilde dus ook... Dus die werd ook beschermd, ja. Eigenlijk. Hij zag ook het belang in van Dizzy. Ja. Ja. Dat vond hij, was een licht. Omdat het een leuke plek bleef. Periode. Ja. Ja. Ja, goed. Zeker. Wat je ook niet meer ziet, dat is wat vroeger, dat je dan van die Schavendijk had, die betonnen rand. Ja. Dan was het zo druk in die zin en zo druk in Sjaan. En dan kon je niet naar het toilet bij man. En dan zag je altijd zo'n man of tien zo iedere avond zo dat, tegen dat beton aanpissen. Dat was goed. Standaard. Ja, goed. Toen had je nog geen boete voor wilplassen. Nee. Of, nee, dat is was waar. Dat was zo druk. Ja. Het, En jij hebt ook als bewoner last van de uitstoot, hè, van het verkeer. Enorm. Vertel. Ja, ik ben nou niet zo... Thuis stofzuig ik ook niet zoveel. Hou dat onder ons. Dat had ik net. Het wordt, dit lekt niet uit. Maar die buitendeur, daar moet je echt, iedere week moet je dat afdoen. Dan ligt gewoon een laag zwarte stof. Is dat echt zo? Echt bizar, dat is echt, ja. Dat is toch wel een verschil met vroeger. Dat is dan weer in het nadeel, moet ik zeggen. En vind je nu dat ze, nou, is er helemaal geen verkeer, ze zijn met werkzaamheden bezig. Ja, dan komen ze boven ons. Ja, dus het wordt nog erger. Het wordt nog erger, ja. Ja. Maar wat zou de oplossing zijn? Want het is toch gewoon een belangrijke verkeersader. Ja, tunnel dichtmaken aan de bovenkant. Zij is al jaren van plan, hè? Om dat als een soort terras te gaan doen. Ja. Dat zou niet verkeerd zijn. Want het is echt, ja, het is toch echt behoorlijk. En dan gewoon leggen die Schavendijk wat doen. Nee, de Klaas de Vries gaan het verkeer doen. Dan hebben wij daar geen last van. En dan leggen we op de Matenessen. En dan hier het terras. Het wordt steeds leuker. Blues voor een Turks café. In het diorama van de winteravond glinsteren de koepels van Constantinopel onder de kleine lichtbak van Café Kader op de Schietbanlaan. Binnen op de bar tikken de stenen van het triktrak der herinneringen. Onder het portret van Atatürk drinken twee sombere muzelmannen thee. Koperen schalen drijven op een zee van plastic tafelkleden. In een hoek roept de jukebox Allah aan over de verlaten Schietbanlaan. Thank you.
De slotvraag. Ja. Waar moet het heen met Middelland? Juist, waar moet je heen? Nou ja, het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht met dat Middelland, weet je wel. De leuke winkels komen erbij, de restaurantjes, prima. Maar we moeten de bewoners er meer bij betrekken. Weet je, ik heb nu sinds een jaar of drie, keer na gaan drie, nieuwe buren. Ik heb ze één keer gezien. En hoe komt dat nou? Omdat we doen natuurlijk alles via Facebook of WhatsApp. De communicatie is natuurlijk veel anders dan vroeger. Ja. Dat even aanbellen bij je buren, dat is er niet. Dus daar zouden we wat meer, moeten wat en meer... En hoe doen we dat, Gerard? Nou, ik dacht, als we dat nou... je koopt twee kaarten, twee andere, je zet daar een gelukwens op, van joh, een mooie dag. Die stop je aan de linkerkant bij je buurman en aan de rechterkant. En die doen dat ook. Dat ze weten, hé, nou, daar woont Gerard Mulder. Oh, wat leuk en aardig. Dus we gaan even terug naar vroeger. En gewoon buren bij elkaar uitnodigen. Ja, maar op het moment dat ik iemand een kaartje in zijn bus heb gedaan, dan weet je al, weet je wel, ook de oudere mensen pak je daarmee. Want die hebben geen laptopje of een mobieltje of een ding. Ik vond vorige keer, het was ook zo grappig, dat in de trein, wat communicatie betreft, zitten dan twee meiden zitten zo. En er zit nog een jongen en die zit een beetje zo naar buiten te kijken. En die jongen pakt een krant. En wat zeiden die meiden? Wat doe je ongezellig? Ja. Ja, want dat is waar wij nu mee moeten. Weet je, dat is prima. Ja. Als je belt en die. Maar we moeten wat meer even aandacht aan elkaar geven. Ja. Dus om het nu beter te maken, moeten we terug naar dingen van vroeger. Juist. Dat is een mooi samengevat. Is dat je werk? Proost.